En het is een ineenschakeling van natuur schoon en daar wil je niks, geen meter van missen. Leuk dat u er weer bent bij een nieuwe aflevering van Ron Reizen TV. Naast me zit Jos Beltman van Incento, een treinaanbieder, treinreizenaanbieder moet ik zeggen. We hebben al een paar mooie reizen besproken, Japan en Rusland. Nu gaan we naar Canada. En het is eigenlijk niet eens zo'n heel lange trip, toch? Nee, het is West-Canada. Hè? De provincies Alberta en British Columbia. Ja. En met het mooiste natuur gewoon wat je kunt bedenken. De Canadese Rocky Mountains zijn ongeveer de Alpen in het kwadraat. Ja, ja, zeker. Ja. En dit is die trein? En dit is die trein, die rijdt in 2 dagen. Dus de thuisbasis is Vancouver. En die rijdt in 2 dagen dus naar Jasper in de Rocky Mountains of naar Banff. Okay. In de Rocky Mountains. Maar zoals we die eerste reis in die Golden Eagle zagen en zo, dat je echt een week of langer nog aan boord bent. Ja. Dat is hier niet. Dit is gewoon 2 dagen. 2 dagen aaneengesloten dagen. Ja. Maar je logeert niet in de trein. Halverwege in Kamloops, halverwege de route, stopt de trein 's avonds. Je hebt een volle dag in die trein gezeten. Ja. En dan stopt de trein en dan gaat iedereen naar hotels. Nabijgelegen hotels. En de volgende dag, de trein blijft staan. En de volgende dag komt iedereen weer terug in de trein. En dan gaat de reis weer verder. Want waarom wordt dat gedaan? Ja. De route is 1200 kilometer ongeveer. En het is een aaneenschakeling van natuurschoon. Dus de trein rijdt alleen maar bij daglicht. Ja, ja. En dat is de reden. En het is een aaneenschakeling van natuurschoon. En daar wil je niks, geen meter van missen. En dit vind jij ook? Dit is echt bijzonder? Qua natuurschoon is dit de mooiste treinreis die je kunt hebben. Oh, ja. Ja, ja, er zijn andere vergelijkingen. Maar qua natuurschoon is dit het meest spectaculair. En dat komt door die bergen, valleien. En je moet een pas over. Snelste rivieren. Als je met de auto dezelfde route zou rijden, dan rij je op de Trans-Canada Highway. Ja. Dan zie je een totaal ander landschap dan met de trein. Want de trein rijdt bijvoorbeeld onderlangs de Fraser River. Ja. En de trein en de weg loopt daar honderden meters boven. Ja, zeker. En dan zie je een totaal ander landschap. Ja, precies. Ja. En hij komt natuurlijk ook op stukjes waar de wegen niet komen. Je komt door gebieden waar geen enkele andere vervoermiddel kan komen. En wat heb je dan aan boord? Want je luncht aan boord, je dineer je ook aan boord? Diner is in Kamloops. Is in het hotel. In Kamloops of op het eind van de reis. Mm-hmm. Maar ontbijt, 's ochtends ga je betijds vertrek je dan en je krijgt meteen een uitgebreid ontbijt geserveerd. Mm-hmm. En halverwege de dag krijg je een uitgebreid lunch geserveerd. Mm-hmm. En onderweg zijn er ook hostessen stewards die onderweg vertellen wat je ziet, wat je tegenkomt, wat je kunt verwachten. Yeah. Kilometer voor kilometer. Ja. Ja. En er zijn ook hier weer klassen in, begreep ik. Hè? Dit is bijvoorbeeld een foto van de Gold Leaf klasse. Dat is echt een mooi panorama-rijtuig. Een dubbeldeks rijtuig. Hier is je gereserveerde zitplaats. En op het benedendek wordt dan 's ochtends de ontbijt en 's middags de uitgebreide lunch geserveerd. Okay. Dus dit is de Silver Leaf klasse, die is een stukje goedkoper. Yeah. Maar hier wordt je lunch en ontbijt worden geserveerd aan je stoel. Ja. Okay. Maar ik vind het nog steeds prachtig eruit zien. Het is een rijdend aquarium, zeg ik eens. Ja, prachtig. Ja, en dit is ook uniek. Dit is trouwens, op het eind van de Gold Leaf rijtuig heb je een open dek. Okay. Waar je uitgebreid foto's kunt maken. Je kunt langs de trein kijken. Dat heeft de Silver Leaf klasse niet. Nee. Maar dit is een open dek. Voor een panoramisch uitzicht natuurlijk. En een frisse neus. Zeg je eigenlijk van dit moet je doen in combinatie met je vakantie in Canada? Ja, we hebben tientallen verschillende arrangementen waar deze treinreis is opgenomen. Dat arrangement behelst dan ook andere treinreizen in Canada? Of is het... Ja, we hebben soms combinaties met de Nationale Spoorwegen, Via Rail. We hebben arrangementen Trans-Canada bijvoorbeeld. Dan begin je de reis in Toronto. Ja. Dan reis je met de Trans-Canada, de Canadian. Ja. Dus de
ja, een van de mooiste treinen ter wereld. Reis je een slaaptrein dus met allerlei faciliteiten aan boord. Yeah. Reis je tot aan Jasper, yeah, tot aan de voet van de Rocky Mountains. En daar stap je uit en dan ga je een paar nachten hotel. Je doet excursies en dan ga je over de grote Icefields Parkway, yeah, de mooiste, yeah, weg van Canada. Reis je dus naar bus of met auto naar Banff. En dan na een paar dagen verblijf daar met allerlei bezienswaardigheden. Stap je aan boord van die Rocky Mountaineer, ja, voor het, precies, laatste deel. En dan ga je dwars door de Rocky Mountains, okay, door de Coastal Mountains. En je reist naar Kamloops, ja, voor de overnachting daar. Tuurlijk. En de volgende dag kom je in de trein terug voor het laatste deel, langs de Fraser River, ja, snel. En zo eindigt hij de reis in Vancouver. Oh, ja. Okay. Er is een totaal arrangement, met hotels, ja, zijn allemaal geregeld. Alle voer onderweg is geregeld. Ja. En, ja. Maar je zegt van, nou, dit stukje alleen, het is maar 2 dagen. Maar het is zo bijzonder. Ja. Dit moet je echt gewoon, als je van natuur houdt, ja, en van comfortabel in een trein zitten en dat op je af laten komen, dan is dit echt uniek. Dit is echt uniek. Dit is een bijzondere toevoeging van je vakantie. Ook al zou je dezelfde route ongeveer hebben gereden met de auto, ja, dan is het alleszins de moeite waard om dit nogmaals te doen met de trein. We hebben ook combinaties met de huurauto en deze treinreis, ja, natuurlijk. Prachtig hoor. Ja. Ja, het ziet er wel geweldig, ja, uit. Ja. Ja, dit is echt een highlight van, ja, Canada. Snap ik. Ja. Ja. We hebben nog maar 2 dagen te gaan. Jammer. Dus ik ben wel benieuwd waar je me morgen mee naartoe neemt. Maar dat gaan we zien. Gaan we nog niet verklappen. Nee. Dat gaan we niet doen. Heel mooi. Heel mooi. U weet het dus ook niet. Ik ook niet. We gaan het morgen allemaal zien. Bent u erbij?